Het is nooit fijn, hè? 93 minuten. Als het dan toch nog 2-2 wordt. Want je dacht de punten waarschijnlijk binnen te hebben. Ja, nee. Die punten heb je pas binnen als de scheidsrechter affluit. Maar ja, uiteindelijk valt hij dan weer in de laatste seconde. En ik heb ook net gezegd, als dat het laatste moment is, ja, dan moet het struggle for life, dood of de gladiolen, maar die bal mag er dan even nooit in. En als je ook ziet hoe die komt, ja, dan is dat vervelend. Wat bedoel je met als je zegt hoe die komt? Nou ja, we duelleren niet. De keeper komt erbij, vertel ons dat, het zorgt altijd voor paniek. Je moet wel duelleren. Ja. En dan krijgt die bal, die wordt geraakt. En die komt bij Jury op zijn rechter en linker voet, dacht ik. En die komt zo weer voor de voeten van die jongen. Ja, dan geef je het weg. En dat is zonde, want je had het eerder in die tweede helft af moeten maken. Ja, even daarvoor kun je al 3-1 maken. Mijn zoetermakers die Depp niet wegstuurt, Depp niet die Levi alleen voor de keeper kan zetten. Dan is de 3-1, dan is de wedstrijd gelopen. Maar op het moment dat het 2-1 is, blijven er hun in geloven en spelen ze alles of niks. Vind je het ook onverdiend? Nee, ik denk dat het punt wel verdiend was. Omdat Telstar ook 2-3 mogelijkheden voor rust liet liggen. Wij begonnen de eerste helft wel heel goed. De bovenliggende partij de eerste 10 minuten. Daarin pikten we ook een goal. De volley van Depney had 2-0 eventueel kunnen zijn. Nog 1 of 2 momenten, maar daarna nam Telstra het over. En kwamen verdiend op 1-1 en lieten daarna 1 of 2 mogelijkheden liggen om zelfs met 1-2, 1-3 de rust in te gaan. Ja, dat was hun sterke fase eigenlijk, hè? Zeg maar tussen het kwartier en het rustsignaal. Maar na rust hadden jullie toch wel de touwtjes in handen. Ja, na rust hadden wij weer de overhand. Maar ja, ze deden het goed, ze maakten het spel wat klein. Hielden de as heel goed dicht, waardoor het heel compact werd. En loerend op de counter, buitenspelers die aan de binnenkant spelen. Een goede nummer 9. Maar ook de verdiensten van Telstar. Maar ik vond ons niet echt tot het gaatje gaan vandaag. Twee dingen nog. Voor het eerst spelen in het stadion. Hoe heb je dat zo ervaren? Hoe heb je spelers het ervaren? Nou, hoe ik het ervaren, dat heb ik al arrogant even 500 keer meegemaakt in het stadion. Ja, dat begrijp ik. Maar goed, dat snap ik, ja. Ik vind het een geweldig stadion, een geweldige grasmat. Ja. De meeste jongens die nu speelden, die komen ook wekelijks in het stadion. Daar moeten we niet al te spannend over. Jannie Reinders zal voor het eerst in het stadion hebben gespeeld. En de rest van mijn groep misschien ook voor de tweede of derde keer. Daar is het wel een belevenis voor. Al die andere jongens hebben het al meerdere malen meegemaakt. Eigenlijk zegt het maakt niet uit of we op de Weide Wormer spelen of hier. Dat maakt geen bal. Het is wel geweldig, maar dit is een risicowedstrijd. Nou, ik zou het echt geweldig vinden om in zo'n mooi stadion te spelen. En zo'n mooie mat. Dat zeg ik. Ik vond ons niet echt tot het gaatje gaan. En probeer daar maar eens de vinger achter te krijgen. Ja, dat is iets wat je niet kan pakken. Dat geef je vooraf aan. En natuurlijk doen die jongens hun best. Maar ik vond het niet. Het liep niet over vanavond. Dan nog even naar Ricardo van Rijn. Uur gespeeld volgens afspraak. Hoe kijk jij op zijn optreden terug? Nou, Ricardo is natuurlijk een speler die al heel veel heeft meegemaakt. Die prijzen heeft gepakt al met Ajax. Die in het Nederlands team heeft gespeeld. Die Ajax topploeg, Club Brugge. Ja, die jongen die heeft nog even tijd nodig. Die traint 14 dagen bij de groep mee met de A-selectie. En die zal nog wat wedstrijdritme op moeten doen. En dan zal hij er ongetwijfeld staan straks. Ja. Dat is best lastig, hè, met die Rodriguez. Ja, maar dat is een goede speler. Die goal, hè, die 1-1, begint uiteindelijk ook aan die kant. Hè? Ja, maar dat is ook de kwaliteit van die linksbuiten van Telstar. Vaardige speler, snel, hendig, behendig. Dat is ook een kwaliteit van de tegenpartij. Maar Ricardo zal misschien nog een paar wedstrijden nodig hebben. En dan komt hij echt naar zijn oude niveau. Dat weet ik zeker. Ja, hij komt echt op niveau Ajax, denk je? Ja hoor, want kwaliteit... Dat hou je als speler. Het is alleen even het ritme weer. Hij moet ook geduld hebben bij de spelen. Ja, hij zal wedstrijden moeten pakken om snel naar zijn oude niveau te komen. Dus die zien we vrijdag waarschijnlijk weer terug in Jong AZ. Ja, als hij niet mee gaat naar Sparta, dan zal hij misschien bij ons spelen. Als dat verantwoord is, want dit is pas zijn eerste wedstrijd.